Hele goede morgen. Het is maandag en op maandag breng je altijd een boodschap. Een boodschap van de engelen die past bij de energie van deze week. Ja, je hebt het misschien al gemerkt en je hebt het misschien ook al kunnen voelen. Maar er is een heleboel angstenergie vrijgelaten. En ja, ik zou haast zeggen, het is een herhaling van zetten. In veel gevallen is het een herhaling van zetten. Dus het is aan jou hoe je hiermee om mag gaan. In andere gevallen zijn het energieën die bedoeld zijn om het plan van andere mensen om je heen, of in je familie, of op je werk, bij collega's. Of misschien ook wel bij de mensen die zogenaamd de landen over heel de wereld doen leiden. Ze zijn dan bedoeld om hun plannen in het licht te zetten. Het is maar net aan jou hoe jij er tegen aankijkt. Perceptie is alles, hè? Dus voel bij jezelf wat bij jou resoneert of wat met jou resoneert. Op welk gebied, op welk vlak. In elk geval mag ik je deze week daar wat ondersteuning in bieden door middel van drie aartsengelen die met hun energie heel dicht bij jou zijn. Hoe kun je die energie ontvangen? Nou, dat is ook geen hogere wiskunde. Je hebt er ook geen speciaal diploma voor nodig en een professor hoef je ook niet te zijn. Engelen zijn energie, werken met energie. En wanneer jij jezelf toestemming geeft om energie te mogen ontvangen, dan ontvang jij die ook. De een zegt, ik voel niks joh. De ander zegt, oh heerlijk die energie van die engelen. Ik zweef er haast bij weg. Het verschil zit hem erin dat de een al iets verder in zijn of haar bewustwordingsproces zit dan de ander. De mensen die nog niet zo ver zijn, zou ik eigenlijk willen adviseren om eens tijd voor jezelf vrij te maken en in alle rust ergens te gaan zitten waar je niet gestoord wordt, je ogen te sluiten en eens een paar minuutjes alleen maar adem te halen. Dus concentreer je dan eens een paar minuten alleen maar op ademhalen. Je zult merken dat je hoofd onrustig wordt, dat je in je hoofd gedachten van links naar rechts flitsen en oefen dan eigenlijk alleen maar eens met dat er mag zijn. Dat is prima, het mag er gewoon zijn. Op dat moment laat je die focus daarop, die grip daarop los. En kun je jezelf oefenen en dat kun je ook doen door geleide meditaties te luisteren bijvoorbeeld. Maar je kunt jezelf daarin oefenen zodat je jezelf niet meer altijd vastgrijpt aan allerlei details. Je laat het gewoon los. Het mag er gewoon zijn. Je moet er even helemaal niks mee. Dan merk jij ook dat je daarin gaat groeien. Maar het hangt er natuurlijk echt vanaf in hoeverre ben jij bereid om met jezelf aan de slag te gaan en ook een stuk controle los te laten. Dat is altijd heel spannend, hè? Controle loslaten. Doen wij mensen niet graag. Nou, we gaan eens eventjes kijken. Dus we krijgen te maken met een periode waarbij er angst op ons pad zal gaan komen. Wees gerust, hè? Het komt bij iedereen, hè? Niet alleen bij jou, maar ook bij mij. Het komt overal, hè? Die energie die is uitgezet, die energie die raast rond. Het is aan jou om te kijken op welk level resoneert dat met mij, raakt mij dat niet. En hoe ga ik hiermee om? Dat is de vraag voor deze week. Hoe ga jij om met de gevoelens van angst die in de energieën nu zijn uitgezet? Schiet je in de weerstand? Schiet je in paniek? Of lukt het jou om kalm en rustig naar je innerlijke ik te luisteren, om te voelen wat gebeurt er hier van binnen bij mij? Kan de buitenwereld wel onrustig zijn, maar
hoe kan het dan dat het bij mij nog rustig is? Lukt het jou om daar dan heen te luisteren? Lukt het je om je intuïtie te volgen? Of zegt jouw brein tegen jou, ja hallo, dit is een herhaling van zetten, dat hebben we al een keer gehad, daar heb ik van geleerd. De uiteindelijke werkelijkheid blijkt totaal niet zo te zijn zoals het mij destijds werd voorgeschoteld. Ik doe er niet meer aan mee, ik haak af. Dat kan ook, hè? Nou, ga maar eens bij jouzelf na, wat doet dit met mij? Maandag, dinsdag, je weet hoe het gaat. Drie aartsengelen, maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag, het weekend. Welke engel, welke energie mag er bij jou zijn? Welke trillingsfrequentie, hè? Wij starten op maandag, dinsdag. Ik moet een beetje lachen. Kijk maar met me mee. Raziel, ja, hij is al een hele periode mijn beste vriend, zullen we maar zo zeggen. Hij bezoekt mij met grote regelmaat. Ook vanochtend weer. En zijn boodschap brengt dan ook dadelijk weer in de groep communiceren met engelen. Maar zo leuk dat hij zich ook hier even komt melden. Ik geef jou het gevoel van veiligheid en hoop. Waardoor je stevig in je schoenen staat. Ja, op het moment dat we geconfronteerd worden met angst, hebben we nogal eens de aangeleerde neiging om meteen in paniek te schieten. En we gaan meteen allerlei scenario's door ons hoofd laten gaan. Maar die zijn allemaal van een lage trilling. Maar dat hebben wij onszelf aangeleerd. Dat is ons aangeleerd. Maar je mag jezelf afvragen, moet dat wel eigenlijk? Kan dat niet anders? Nou, als je een trillingsfrequentie zoekt die jou kan ondersteunen hierbij, is het gratitude en dankbaarheid is in mijn optiek, maar ja, wie ben ik, hè? Een van de allerhoogste trillingsfrequenties die er, ja, zeg maar, bestaan. Dus angst is een van de allerlaagste, zeg maar gewoon de laagste. Ik weet het ook niet precies of hij helemaal de laagste is of bijna de laagste is. Maar dat maakt voor mij niet veel uit. Ik heb je al eens uitgelegd, hè. We hebben zo'n thermometer. We hebben een thermometer in de plus. We hebben een thermometer in de min. En we hebben de neutraal, de nul. En eigenlijk is het voor jou alleen belangrijk om te weten. Deze gevoelens en emoties, zitten die beneden het nulpunt of boven het nulpunt? Nou, laten we zeggen dat angst toch wel degelijk beneden dat nulpunt zit. En dat dankbaarheid helemaal boven in die bovenste regionen zich bevinden. Ja, laat ik dat even zo gezegd hebben. Oh, voor de mensen die die zich bij mij hebben gemeld over de nieuwe Angels en Oils gids. Ze is besteld. Ja, het zal een paar dagen duren, maar dan arriveert ze. En dan neem ik allemaal contact met jullie op. En voordat jullie boekje de deur uitgaat, tenminste degene die zich gemeld hebben. Daarbij ga ik nog voor jullie een mooie boodschap channelen. En die schrijf ik voor je op en die stuur ik met je mee. Dat was het cadeautje dat je erbij kreeg. Maar goed, ze zijn besteld. En we gaan kijken woensdag, donderdag, midden van de week. Huh? Ja, oh, sorry. Ik denk, lees ik nou niet goed? Ik heb natuurlijk mijn bril niet op. Opnieuw Raziel. Nou ja, het is toch wel wat, hè? Raziel, die zegt tegen jou, zet door, geef niet op, vertrouw op jezelf. Ik help je je volle potentieel te bereiken met de trillingsfrequentie van highest potential. Nou, hoe grappig is dat wel niet? Ja, ik vind het wel grappig, maar eigenlijk is het ook een beetje triest. Toch? Want we hebben liever geen angst in ons leven. En al helemaal niet als die angstenergie door anderen wordt verspreid. En dat we er dan maar weer mee moeten dealen. Dus we hebben maandag, dinsdag, Raziel. Ik geef je een gevoel van veiligheid en hoop, waardoor je stevig in je schoenen staat. Woensdag, donderdag, Raziel. Zet door, geef niet op, vertrouw op jezelf. Ik help je je volle potentieel te bereiken. Nou, en wat zullen we dan aan het einde van de week mogen ontvangen? Ja, nou denken jullie vast ook wel weer Raziel, hè? Dat weet ik dus echt niet. Ik schud mijn kaarten. Trouwens, in het nieuwe Angels and Oils boekje, daar zit aan het einde ook een set inspiratiekaarten. Dus nou, dan zou je gewoon met me mee kunnen doen. We hebben Ariel, aartsengel Ariel.
Oké, einde van de week, vrijdag, zaterdag, zondag, weekend. Oh, hoe doe ik dat nou zo? Kijk naar wie je werkelijk bent. Laat je niet misleiden door anderen. Ik help je in het hier en nu te blijven. Waardoor het je lukt om keuzes te maken. Grounding. Je zult je heel goed moeten aarden op het moment dat energieën van angst jouw leven binnen worden gestuurd. Dan is het heel belangrijk dat je goed doet gronden, dat je goed doet aarden. En iedereen van jullie heeft daar zijn of haar eigen manier voor. De een wandelt super graag in de natuur, de ander knuffelt 20 keer extra de huisdieren, de ander loopt met zijn blote voeten door het gras. Blote voeten door het gras. Luister, ik ben imker. Een hobby-imker. En ja, ik doe mijn bijen geen kwaad. Dat gemekker hoef ik ook niet aan te horen. Ik ben hobby-imker. En in het gras groeien kleine bloemetjes. Moet je maar eens kijken. Daar zitten mooie bijtjes op. Dus ja, met je blote voet door het gras lopen is heel goed. En heel fijn. En werkt enorm goed. Maar ben alsjeblieft erop bedacht dat in dat gras ook allerlei insecten zich kunnen bevinden. En dat kan dan ook wel eens een steek tot gevolg hebben. Hoeft niet per se van een bij te zijn hoor. Er zijn mieren die kunnen steken. Er is van alles dat kan steken. Maar ben je daar bedacht op? Hè? Dus geef ik maar even met je mee. Oké, dat was één ding. Goed gronden, dus super belangrijk. Ik zelf kies graag ervoor om heel eenvoudig kristallen bij mij te dragen. En ik kies er ook voor om de geuren te gebruiken. Geuren en engelen, ja, dat is iets magisch, hè? Want misschien weet je wel, of heb je zelf ook wel eens een keertje ervaren, dat engelen je boodschappen sturen door middel van een geur. Met grote regelmaat zit ik ergens en ruik ik de geur van wierook. Nou, er is geen wierook om me heen, maar ik ruik dan de geur van wierook. Bloemengeuren bijvoorbeeld. Hoe vaak dat ik in mijn gezin wel vraag van, ruiken jullie ook bloemen? Ruiken jullie ook wierook? Jullie ruiken het natuurlijk niet, maar ik vraag het dan toch maar even, omdat het zo realistisch aanvoelt, alsof het er echt werkelijk iedereen dat dan kan ruiken. Maar ik kan dat dan ruiken. Dus geur is een enorm eenvoudige manier, maar een enorm effectieve manier om je te verbinden met engelen. Oké, kristallen ook en de natuur ook en dat allemaal ook. Tuurlijk heb je helemaal gelijk. Mezelf wel paard knuffelen. En de Ducky, jullie hebben Ducky wel al vaker gezien, is nou een mooie grote duck geworden. Dotje die is dus, Dotje en Ducky, ik zeg allebei die namen. Dotje die is inmiddels zo goed als volwassen en vindt het knuffelen nog altijd wel leuk, maar heeft wel zijn voorkeur. Ik weet nog steeds niet of het een jongetje of een meisje is. Hè? Ik zeg gewoon Dottie en ik zeg gewoon Ducky. En ik zeg tegen alle kleine beestjes hier bij mij in huis. Nee. Alleen Dotje zat in huis, de rest zat niet in huis. En zeg ik gewoon, dat zijn allemaal puppies. En of dat nou kippenkuikens zijn of eendenkuikens, voor mij zijn het allemaal puppies. Want puppies vind ik altijd schattig, dus ik noem dat gewoon puppies. In elk geval, Dotje die kent haar eigen mensen dus wel heel erg goed. En die wakkelt nog steeds en dan wandelen we mee en dan lach je rot mee. Maar ik zou wat meer tijd met je huisdieren doorbrengen. Of dieren in het algemeen. Ga naar iemand op, ga bij iemand op visite die een dier heeft die je leuk vindt. En of je nou je cavia, je hamster, je parkiet of weet ik wat, dat maakt niet zoveel uit. Maar die connectie met de dieren is altijd wel eentje die ervoor zorgt dat angst even als sneeuw voor de zon verdwijnt. Dat is natuurlijk het doel, zullen we dan maar eventjes zeggen. Nou, doe jij nou maar wat voor jou nodig is. Resoneer jij nou maar met dat wat bij jou past. Ik doe dat met dat wat bij mij past. En kijk maar wat het je mag brengen. Ben er dus op bedacht. Energieën van angst zijn uitgezet. Heb jij niet gedaan? Nee, heb jij niet gedaan. Is gedaan geworden. Zijn we daar blij mee? Nee, zijn we niet blij mee. Wat was de kernvraag van deze week? Hoe ga jij daar mee om? Zet jij een schild van licht op? Helemaal prima. Zoek jij een andere manier die bij je past? Ook helemaal prima. En weet je, voor degenen die iets hebben met aartsengel Michael, hè, onze grote beschermer, hè, weet je wel, met zwaard en met het schild.
Je hoeft niet bang te zijn wanneer je hem om hulp of raad vraagt. Wanneer je hem om bescherming vraagt. Je hoeft niet te denken dat hij jou niet belangrijk vindt. Of dat hij je vraag onnozel vindt. Of ja, hij heeft het vast heel druk met allerlei anderen. Nou, Aartsengel Michael kan op meerdere plekken tegelijk zijn. Dus ben helemaal niet, hoe moet je dat nou zeggen? Voel je niet bezwaard, laat ik het zo zeggen. Beter, hè? Voel je totaal niet bezwaard om hem om hulp of raad te vragen. Geldt voor alle engelen. Aartsengelen, gewone engelen, wat van engelen, jouw engelen, mijn engelen, alle engelen. Het geldt voor ze allemaal. Het is ons beperkende gedachte dat we onszelf wegcijferen. En dat wij vinden dat wij hun niet om hulp mogen vragen of om advies of om raad. Dat ligt aan ons, dat ligt niet aan hun. Ik wens jou een hele mooie week toe. Maak er wat moois van. Laat het me gerust weten als je het leuk vindt om mij te laten weten. Zet het hieronder in een berichtje neer. Kijk maar wat je doet. Ik vind het allemaal hartstikke leuk. Als je ziet dat ik een duimpje heb gegeven of dat ik antwoord heb gegeven. Ik heb niet altijd evenveel tijd om antwoord te geven. Maar een duimpje geven lukt meestal wel nog. Weet dan ook dat ik het gelezen heb. Ik zet niet zomaar pling, pling, pling ergens een duimpje. Ik zet alleen een duimpje als ik het ook gelezen heb. Nou, dan weet je dat alweer, hè? Heb je dat alweer geleerd van mij? Nou, ik wens je een hele mooie week toe. Wil jij Raziel, de boodschap van Raziel volgen nu? Ik ga naar Communiceren met Engelen, de Facebookgroep. Daar zet ik die boodschap op. Zet ik hem op, daar lees ik hem voor. Daar hoor je hem als allereerste. En als allertweede kun je hem natuurlijk op YouTube terugkijken. Nou, nogmaals, ik geloof voor de derde keer inmiddels, weet ik veel. Een hele fijne week en ik zie je graag de volgende terug. Doei doei!